heel hartelijk welkom bij deze bijeenkomst, de gezonde werkvloer, vitale werkgevers en werknemers in Breda. Focus op jongeren, jongeren op een gezond gewicht, maar we willen daar nadrukkelijk de volwassenen bij betrekken die de jongeren omringen. Daar zit voor mij de kern van vitaliteit, gewoon ruimte in je geest om weer een heleboel dingen op te pakken. Een hartelijk applaus voor Herre Zonderland. Als jullie even gaan staan, dan gaan we kijken of we Vitaal Breda echt Vitaal Breda kunnen laten krijgen. Wat voor jullie, dat gebeurt er allemaal? Wat gebeurt er dan mis? Focus, inzicht stromen, letterlijk een energieboost voor je lijf, maar ook voor je geest. We zijn hier bij CM. Mijn naam is Jeroen van Glabbeek en we zijn aan het voorbereiden voor 25 oktober. Daar gaan we praten over vitaliteit. Bij CM vinden we vitaliteit heel erg belangrijk. Hoe kunnen we goed voor elkaar zorgen? Dat is eigenlijk het belangrijkste. Omdat jullie zoveel voor ze doen, dat ze zoveel krijgen. Als je dus naar skiën en naar je bieten, dan doen we een tandje bij. We hebben de laatste week gehouden bij Acantus Breda. Patrick, wat sta je? Actief in talentontwikkeling en topsportbegeleiding. Ja. Gewoon doen, dus morgen. Hè? Dat is eigenlijk een beetje de boodschap ook van Vitaal Breda. Juist als je verschillende mensen bij elkaar zet, dat je elkaar leert kennen door teambuilding. Dat het zonder lunchgratis is, maar frikandel moet je dat zeggen. Dat is het.